Een woning in Schenkeldijk wordt overvallen door mannen met bivakmutsen. Ze willen drugs. En tijdens de overval komen ze erachter dat ze op het verkeerde adres zijn. In Schenkeldijk, een dorpje onder Schravendeel in de Hoekse Waard, wordt op maandag 11 januari rond 9:15 in de avond aangebeld bij een woning aan de Zweedse straat. Nou, de vrouw des huizes doet de deur open en tot haar schrik staat daar een man met een bivakmuts voor de deur. En wat nog erger is, hij blijkt niet alleen te zijn. Nou, de man met de bivakmuts die duwt de vrouw de gang in en de man die achter hem aankomt die slaat nog even met zijn elleboog het ruitje van de voordeur in. Nou, uiteraard komt de man des huizes op het gegil van zijn vrouw af. En vervolgens worden zij samen door de mannen naar de woonkamer geduwd. Nou, als ze daar binnen zijn, dan laat een van die mannen die de woning in is gekomen ook nog even via de achterdeur wat andere mannen binnen. Het gaat om een groep van 6 tot 8 mannen. Het spreekt voor zich dat bewoners zich doodschrikken op deze tot dan toe normale maandagavond. Eenmaal binnen eisen de overvallers drugs en ze verwijten de bewoners dat ze drugs verkopen aan kinderen. De slachtoffers reageren verbijsterd. Ze hebben er geen idee van waar de woningovervallers het over hebben. Nou, nadat het stel herhaaldelijk zegt dat zij niet in het bezit zijn van drugs, hebben de overvallers door dat zij wellicht aan het verkeerde adres zijn. Nou, voor de zekerheid denk ik loopt er nog eentje naar boven om te kijken of daar nog iets te halen is. En vervolgens verlaat de hele groep het huis via de achterkant naar het pad wat achter het huis loopt. Het is logisch dat het hele verhaal een enorme nasleep heeft voor de slachtoffers. Het is natuurlijk ook niet niks wanneer van het een op het andere moment je huis in beslag genomen wordt door een groep schreeuwende mannen met bivakmutsen. Er zijn signalementen van 3 van de verdachten. Verdachte 1 is de man met de bivakmuts, met daarop een witte print van een skelet. Zijn leeftijd wordt geschat op eind 20, begin 30. Hij heeft een stevig postuur, maar is niet dik. Hij is bovendien licht getint. Hij heeft bruine ogen, zware wenkbrauwen en zwart haar, dat aan de zijkant opgeschoren is. Hij heeft die avond een zwarte broek met zakken op de zijkant en een zwart bomberjack aan. Verdachte 2 is de man die de ruit inslaat. Hij is ongeveer 19 à 20 jaar oud, heeft een tenger postuur, een spits dan wel smal gezicht en een witte huidskleur. Hij draagt een donkergrijze gewatteerde jas met daaronder een hoodie. Verdachte 3 is ook eind 20, begin 30 jaar oud. Hij is licht getint en heeft zwart haar. Hij draagt die avond een grijs baseballpetje met een rode rand. De daders spreken accentloos Nederlands. Heeft u informatie over de woningoverval, bel dan 0860 70 of meld misdaad anoniem 0800 7000.